het gesprek. Het gevolg is een interview dat niet verder komt dan een aantal politiek correcte uitspraken. You were talking about your relationship to the Chinese government here, the local government or the provincial government. What can you tell me about that? Meyle Kaşka, vilayet bosun, şehir bosun, Abdum Rahim bosun. Her derecede hükümet falan münasebetimiz nait yakşı. Bizden münasebet yakşı olmasın. Belki bizden dinle itikad kılıdığan Müslüman anmışsan mı? Parti hükümetke boğan itikadı nait yakşı. Kanun siyaset boysunu da. Parti hükümetinin ki kanun siyasetin çetlemeydi. Achter me volgen voortdurend ellenlange gesprekken tussen de tolk en de propagandamedewerkers. Vraag en antwoord moeten eerst naar het Chinees worden vertaald, zodat zij het gesprek ook kunnen volgen. Iedereen bemoeit zich ermee. Ja, ik zit nog steeds op een antwoord te wachten, maar shall we go on? Are there delicate subjects? Ja, daar is ook een mesele joh. Biz zaten moesten we birimiz oğamının menfaatiga andın hazırkı vaziyetke muvafık kandak söz istek çekilmiyor. Alles mag dus gezegd worden, als het maar volgens de regels van de regering is. Of zoals een Oeigoer me later uitlegt, wij zijn vrij in de kooi. Na het gesprek wacht me een verrassing. Shall we go to the old city? Because I would like to do something. Right now? Yeah? Maybe right now I must go. Yeah. You must go? Yeah. Because tomorrow I must go back to my school and we have an examination, month examination. Yeah. I just have a call. Request me to go back to school. But you surprised me because we have an appointment for a couple of days. Yeah, but right now I had a call from my school. So dit is dus bijna niet te geloven. We hebben net dat interview met die imam. Dat ging best moeilijk met een aantal misschien voor haar ook lastige vragen. En direct daarna zou zij een telefoontje krijgen, terwijl ze 3 dagen voor ons zou werken, dat ze nu weg moet om te gaan studeren voor haar examen over 2 dagen. Ik zal nooit weten of het haar eigen beslissing is geweest. Wil ze haar vingers niet branden aan politiek gevoelige onderwerpen? Of is ze botweg vervangen door deze autoriteiten? Zonder vertaler ga ik naar de eeuwenoude binnenstad van Kashgar. Daar stapt onmiddellijk een nieuwe tolk op me af. En weer zijn het de medewerkers van de afdeling propaganda die op de achtergrond staan toe te kijken. Ladies and gentlemen, welcome to Kashgar Old City. First, allow me to introduce myself. My name is Marsali. During this in Old City, I will be your guide. Hier in het uiterste westen van China, op misschien 2 uurtjes autorijden van Pakistan, lag de oude Chinese zijderoute. En die Chinese zijderoute die zorgde ervoor dat de zijde naar de Arabische landen werd vervoerd, naar Rome, Europa. Het was eigenlijk de periode waarin China de wereldmacht bij uitstek was. En nu is deze weg die net is aangelegd een mooi voorbeeld van de strategische positie van het nieuwe China. Want deze weg loopt helemaal door naar Pakistan. En dat moet leiden tot 1 verbinding waarin handelstromen over en weer gaan. Dat moet iets zeggen over de nieuwe strategische positie van China in de regio, de verbinding met de Arabische landen en natuurlijk uiteindelijk China op weg naar wereldmacht nummer 1. Deze provincie is erg belangrijk voor de Chinezen. Op het eerste gezicht lijkt het een droog en verlaten gebied. Maar onder deze kale, rotsachtige bodem zitten belangrijke grondstoffen. Steenkool, olie en aardgas. Grondstoffen die de Chinezen keihard nodig hebben. Ik verlaat het asfalt en ga naar het eerste dorpje dat ik tegenkom. Dit is Siwayeza,
Er wonen 400 mensen. En hier is van de enorme economische groei die China doormaakt niets te merken. Hi, hello. Hallo. Hi. Hi, hello. You're Uyghur or? Yeah, okay, you're Uyghur. Okay. And all the people in the village are Uyghur. And is it difficult for them to survive, to earn enough money for their family? This is not traditional, and this is the village far from is city inside, no condition for work. Of course, and so many houses may be enough, of course, but here an economic level very poor, very low. Are there Han Chinese living here in the neighborhood? Yeah, no, 100% all in Uyghur, all Han Chinese people. Do you speak only Uyghur or do you speak a little bit Chinese? No Chinese? But you're living in China. Biz asasıma annemin yaşayamaz biz hem de Sehra. O Hanzula öyle biz köp anlaşmagan ki o ta köp düşenmeyimiz. Okay. Do you have enough space for your wife and your children to live here? We bought. Ben bu da çekavetken işte öteğiz bir battım yedim arkadaş. Ta üy salamaya hep çekavettim. Oh, and you have cattle? Oh yeah. Sunu koyvanı. Yeah, right. Okay, you have your own sheep. Ben de bu koyunu adet satın ettik şu. 400 koy alıdan. Malı? Hı. 400 yuan. So that's half your month's salary. Maasje? Yeah, of course maybe it's half salary. In de hoogtijdagen van het communisme werd alles gedeeld in de gemeenschap. Nu is er privé-eigendom. En de boeren mogen de opbrengst van hun gewassen zelf houden. Ze vertellen me dat de partij nog wel bepaalt wanneer welk gewas verbouwd moet worden. En dat is niet het enige. Ik heb gehoord dat in deze uithoek van China ieder jaar de zogenaamde hasja gehouden wordt. Er is heel weinig informatie over te krijgen. De hasja geldt alleen voor Oeigoeren. Ze moeten een maand verplicht werken voor de Chinese autoriteiten. Onbetaald. All the Oeigoer, are they obliged to attend the hasja? Dat is het. And the Han Chinese, are they obliged to attend the hasja as well? Ya bilmeyimiz bilmeyiz. I'm not scared. Biz o işkere ölkülük berip, körep bakmakan diken, uyanğı bakmakan diken fıkmayımız yani. If you don't attend the hasha, what will happen? Hem pul tüleyemez, hem de bizden hem de şöyle diyeceğim deyemez, daha diyeceğim deyemez olur da bugün işim bat da, otu botu diken de ki bunu kılıp pul tüleyemez hem de. Do you like the hasha? Eşe diken de kanda edeyim yaktır da. Yaktılık yok. Öyümüz, üzümüzden işimizi kılıvarsak eşeğinin onuğa. Değil mi sen böyle? Haşa geldik. Yani terekes kıldık kılışan da kılırdı. Kılmayı bulmaydı geldim. Did you ever attend the haşa? Sıla haşa kalmış bakkan mı? Kardeşim ha dağınlık mı kardeşim? Kalmayı bir yerden de. Yağır mı bakıyorsun? Yağır mı bakıyorsun? Benim pagalda hep neye mişirdi bu kadınla? Nou valt hier genoeg te zien, maar tegelijkertijd is het zicht een beetje beperkt door... Ja, het lijkt wel mist, sommigen zouden zeggen smok, maar het is woestijnzand... wat door de wind omhoog geslagen wordt, naar beneden valt, omdat het hier windstil is. Ja, woestijnzand in Kashgar. Thank you.
I mean, how important is this local market for the people here? The local market is very important for the local people. And I see only Uyghur people. Am I right? Yes. Why aren't there any Chinese? And because 90% of the countryside people is the Uyghur. It was testing. It's testing? Yeah. But I've never seen this before. It's really amazing. Is it to show what his horse can do, or...? Maybe he just want to buy his horse, and he just test it before the people to show his ability. Ability, yeah. 14 Kemal'desi bunu maydı kalmına epek mava. Bunu maydı kalıp gerçek kılın ya.